Je komt hier, totaal bedrag van het Glazen Café Bonnebroek 2018 is geworden 28.000 euro! Voor deze nostalgische torso. 10 euro, wie biedt het 10 euro? Ja. Ja, hier is 10 euro geboden. We mag ook bij schreeuwen hoor. 12 euro. 12 euro geboden. 14. Het is 14 euro, wat hier weer gezwaaid. 16. Meneer achterin doet u nog mee voor 16 euro. Dat snap ik wel voor die hakken. 18 euro. Wilt u nog 18 euro mee bieden? 20 euro. 27 euro. Dan heeft u hem gekocht voor 25 euro. Gefeliciteerd en heel veel plezier mee.
Wat is uw drijfveer om zo actief te zijn voor gehandicapten in Gambia? Toen wij daar waren, heeft ons dat getroffen. En dat was de oorzaak van dat wij dit zijn begonnen. Mensen waren slecht af, mensen met een beperking waren daar slecht af. Mijn man heeft altijd in de sociale werkvoorziening gewerkt. En we hebben daar een sociale werkvoorziening opgezet. Wie biedt de 10 euro? Ja, 10 euro gewoon. Heel goed, 12. Niet. Dan is die blinks verkocht voor 10 euro. Gefeliciteerd. We doen ieder jaar een gezamenlijk project. De mensen vinden het leuk om gezamenlijk iets te doen. En nou hebben we daar een veiling aan vastgeplakt voor een goed doel. Verkopen we het. En dit is de derde keer dit jaar. Dit jaar is het voor de derde keer dat we dit doen. We hebben een keer met stoelen gedaan die op punt stonden om naar het grofvuil te gaan. Met potten en schalen. En dit jaar met torso's, paspoppen. En vervolgens worden al die kunstobjecten geveild. Ja, en dat geld wat het oplevert gaat naar Gambia dit jaar. We samelen het in Nederland door allerlei activiteiten. Geven lezingen, gaan naar scholen, hebben sponsors. Ik geef workshops Afrikaanse kralen. Van alles doen we om aan geld te komen. Vandaag was de veiling. Wat vindt u daarvan? Wat vond u ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Mensen zijn allemaal enthousiast, ze hebben prachtige dingen gemaakt. En wij krijgen het geld. Nou, dat is toch helemaal super. Nederlanders doen goed in dit soort zaken. Bovendien is de opkomst nogal groot. Ja, heel groot. Het zit vol, er moeten heel veel mensen staan. Het is gewoon geweldig. Wat denkt u wat de opbrengst zal zijn? Nou, we begonnen met Asito, hè? Heracles. De kleuren van Heracles, Asito, 500 euro. Dat was het basisbedrag. En ik denk dat er al wel 500 euro bijgekomen is. Dus. No!
Nou, dat was toch prachtig, hè? Het was net uit de Engelenkoor echt hun zing. Zo prachtig mooi. Ja, compliment. Kasmis in Almelo. Wie hebt hier in Almelo een bijzondere sfeer? Bethlehem, dat is voor ons niet meer zoveel. Sibylle Heijnen heeft een Bethlehem boulevard gecreëerd. Heel apart. Dat mooi is, nou, dat mooi echt heel goed. Het ervaren de moeite waard. U schrijft gedichten in het Twents. Hoe bent u daar zo op gekomen? Nou, ik was bij een volksdansgroep en daar deden we dus folkloristische dansen, de koren na. En op een gegeven moment zeiden ze gewoon alleen naar dansen. We kunnen ook wat zingen in de Twentse taal en voordragen doen. En toen zeiden ze, nou, Anna, dat kun je misschien wel. Maar dat had ik nog nooit gedaan, dus zo is het eigenlijk kom. En nu op dit moment leeft de Twentse taal helemaal op. Ze willen landelijk ook de taal invoeren als zijnde taal. En wat is uw mening erover? Ja, dat moet ook, maar die taal moet blijven bestaan. Het Neder-Saksische, dat heeft nu eigenlijk de primeur kring om toch een echte taal te worden. En daar ben ik heel blij mee, want ik ben ook bij de streektaal, bij de schrijvers woont en ik ben ook bij alles wat met Twente te maken heeft, wat met al te maken heeft, nostalgie, alles. En ik vind de Twentse taal, de moedertaal, is heel belangrijk dat alle mensen dat behoort. We proberen allemaal laagdrempelige activiteiten te doen en vorig jaar dus een kerstmiddag georganiseerd. En dat was vorig jaar zo'n succes dat we het gewoon dit jaar weer moesten doen. En wat kunnen de mensen de komende maand nog meer verwachten in december? Nou, we hebben nu een hele drukke periode. Niet alleen in ons huis, maar in heel Almelo. En we hebben gisteren Thea Kroeze gehad, heel druk. Vanmorgen een workshop met bloemschikken, heel druk. Vanmiddag de kerstmiddag en morgen hebben we een grote kunstveiling hier. En ik hoorde ook nog iets van een oudjaarsbal. Ja, oudjaarsbal, een nieuwjaarsbal. En dat is 19 januari. Dat is in de stijl, een beetje, dat sluit aan op onze expositie hier in het huis. Dansschool Veenstra. En we gaan een nieuwjaarsbal organiseren in de stijl zoals dat vroeger in de dansschool ging. En daar is heel veel animo voor. Er zijn nog een paar kaartjes te krijgen, maar daar zijn we bijna doorheen. Als je drukt, valt hij automatisch een stukje. Maar jullie drukken met jullie drukken samen, dus dan ga ik weer samen. En hier onder kun je zien welke je bent. Jij bent 4, jij bent 2, jij bent 3, jij bent 1. Hallo Jenny! Ja, goed zo. En dan ben jij 2. En nu is 3, dan ben jij. Jij moet even goed drukken. Ja. Oh nee! Monique Schuchert, wat is dat, een knuffelmachine? Een knuffelmachine, dat is een game waarbij de controles niet een traditionele controle zijn, maar zoals u ziet, een kussen. En door te drukken op de hoeken van de kussens kunt u de game in werking zetten. En waar is dat nou handig voor dan? Er zijn mensen met een hele slechte motoriek en daarvoor is het erg moeilijk om een gewone controle te kunnen bedienen. En door zeg maar licht te drukken op een van de hoeken kan de game in beweging worden gezet. Wat kan je ermee winnen allemaal dan? Nou, je wint er in ieder geval een hoop plezier van. Het is natuurlijk voor mensen met een beperking een heel mooie uitkomst om ook met plezier te kunnen gamen. In onze groepen zijn mensen met bijvoorbeeld een hersenbloeding en die kunnen eigenlijk bijna niks meer. Misschien enkel nog één armpje bewegen en het hoofd bewegen. En zelfs voor deze mensen is het ook mogelijk om te kunnen gamen door bijvoorbeeld het kussen achter het hoofd te plaatsen en dan heel licht te drukken op een hoek. Kan je de game in werking zetten? Nou, je moet niet met een volle buik spelen. Hè? We hebben al wel heel veel bij de club, maar we willen heel graag dat het voor iedereen mogelijk is om ook te kunnen gamen. En vandaar dat we steeds ook kijken naar andere mogelijkheden, waaronder dus deze pillow game. Dit werd dus mogelijk gemaakt door de verkoop van chocola van Stichting De Club Twente. En is ook mogelijk gemaakt door Stichting Mens Door Mens. Heb ik net gedaan? Ja, nog een keer. Met z'n hoeveel kan je dat nou spelen? Dit kan vanaf 2 personen tot 4 personen. Als die,
Maar het is ook meestal gericht op samenwerken. Dus dat betekent dat het niet competitief is. Want het is ook heel erg leuk om het samen te doen. Dat is ook de kracht. En dat kunnen mensen dus bij de club nu doen? Ja, vanaf nu is dit mogelijk bij de club. En eigenlijk voor iedereen, vitaal en minder vitaal, is het een leuke uitkomst. Ik roep het aan, ik voel het aan. Kan zo wapen. Heel mijn moeder graag weer zien. Naar huis weer kerstmis. Sarah, tell me if you really cares. Cause I can't give it all away. We will be here next year. Hallo. Ik ben Erik ten Bos van de band Enorm en bevind mij op dit moment in het prachtige gebouw. En op de achtergrond van mij een hele mooie kerstboom. Het ROC te Almelo. En we zijn bezig met de audities, de tweede auditieronde inmiddels alweer. Allemaal talentvolle jeugdige muzikanten die hier op de school zitten. Het is een poppodiumopleiding. Mensen worden opgeleid om later op een podium te staan. Het zij als muzikant, het zij in een band, het zij als dirigent. Kunstenaars, elke vorm die je kunt bedenken, het is hier mogelijk. Mijn naam is Femke Bleker en ik werk voor de Podium Academie hier in Almelo. Een hele mooie samenwerking samen met Enorm en voor het eerst eigenlijk. Onze eerste jaar studenten die gaan het project samen met elkaar aan. Ze vormen verschillende actjes in de eerste weken van hun school, dus ontzettend spannend. Sommigen hebben nog geen enkele ervaring, hebben nog nooit op het podium gestaan, dus een hele mooie eerste leerschool. En in opdracht van de band Enorm, allemaal kerstrepertoire. Ze mogen zelf besluiten, wordt dat een jazzversie, wordt het een beetje rockpunk, wordt het singer-songwriter-achtig of wordt het juist heel poppy. Heel veel vrijheid al gelijk in het begin, dus een hele mooie uitdaging, maar eentje die niet onmogelijk is. We zijn er vol vertrouwen aangegaan. Ik denk 5-6 weken hard gewerkt om er iets moois van te maken. Vandaag de tweede auditieronde. Dus de jongens van Enorm mogen gaan bepalen, gaan ze spelen volgende week of niet. Dan moeten ze nog even oefenen. Allebei hartstikke mooi, want het is een super gave leerervaring. Dus we zijn enorm dankbaar dat wij mee mogen werken. We hopen dat iedereen doorgaat natuurlijk. En ik zou vooral zeggen, laat u verrassen. Kom de 22e naar Metropool Enschede en geniet van een prachtig muzikaal, theatraal programma met DJ's, singer-songwriters, verhalenvertellers en natuurlijk de band Enorm. Kom genieten! Van de doop was het de gewoonte in Oost-Nederland dat je dan een jonge appelboom kreeg en die werd de poot op de nageboorte. En die appels wij kon je prima eten, ja? Dus niks mis met. En zo'n appelboom was dan een beetje een symbool, hè? Leven uit leven bovendien met die grote gezin, 13, 14 kinderen. Het was een groot aantal kinderen, wat kwam heel jong, kindersterfte was heel groot, kwam te overlijden. En dus was dat een soort levend monument. En dat appelboompje daar kreeg van de familie van de moeder, bij een dochter kreeg een perenboom. Dat gedicht van Willem Wilmink van Heft aan het Hart had. Ken je wel, hè? Dat gaat erover dat de oudere mensen wilt niet meer soms verjaardagen, die godzinnigsmans nakerk, die hebben ze verjaarsvisiet. En je weet wel hoe dat giet. Hennek heeft zo zieke west. En Graat smut ook weer onder het mes. En Leina, och, dat arme wief, wat heeft ze toch een pin in het lief. En Leina, daar heb ze alles fotten om. En Klaas is hoe de tieten komen. En hoe is dat nu met Bernard?
Bernard heeft een tatat. Heeft een tatat? Ja, hij heeft veel te veel patathat. Ja, en toen hebben we dus een tatat. En een van onze dochters studeerde in Groningen. En toen zei ze, mam, we hebben een feestje en dan moet iedereen met wat doen in zijn eigen dialect. Brabant, Fries, Zeeuws, maakt niks uit. Ze zegt, ik neem er dat boekje van om met van Heftan Zada, doe ik dat gedichtje. Want iedereen kent Willem Wilming, was natuurlijk heel bekend in Nederland. Ze zegt, kinderen, snap ze niet? Denk je nou dat iedereen uit Utrecht dat snapt? Oh, maakt me niks uit, zei ze, neem ik met. Nou, een paar weken later, ik zeg, hoe was het eigenlijk op dat feestje? Oh, zegt ze, zo mooi. Ze hadden zulke mooie dingen bedacht van een puzzel, een gedichtje, een versie. Ik zeg, en hoe is het toen dan gegaan met Willem Wilming van Heftan Zada? Ja, goed, zegt ze, vond ze heel mooi. Ik zeg, maar Rieke, maar begreep ze dat ook dan? Ja, tuurlijk wel, zegt ze. Ja, nou, die meisje kwam Bimmy en die zei van, trui heb ze alles fort een neum. Dat begreep ik niet. Ik zeg, en wat heeft mijn dochter uitgelegd? Nou ja, gewoon, zegt ze, dat er innenbreuken was. Ik ben op het idee gekomen, toen ik las over ons verleden, wat voor eigentijdse gerechten ze eigenlijk vroeger aan maken. Dat ze bijvoorbeeld paté al maken, maar dat we hier toen nog balkenbrei. En dat ze een crème maken en nu met tegenwoordig tapenade. Maar ook de gewoonten die achter gerechten zitten. En worms, rode kool met de kerstdagen. En in dit boek begint alle recepten met een stukje geschiedenis. En daarom heet het ook koken met geschiedenis. Maar het bent geen streekgerecht. Het is een gedicht van eigen hand, van de bewoner hier. Daar ben ik dus met en het gedicht is, van 10 op 11 november al een keer eerder onthuld. Want toen werd ik 70. En ter gelegenheid van die verjaardag kwam Willy op het idee, nou, dan moeten we een keer wat doen met een gedicht. Want ik had wel eens een raamgedicht op een A4'tje. Toen we hier kwamen wonen, ja, dat wisselde ik dan om de paar maanden een ander gedicht. Maar we hebben het er wel eens over gehad, het is leuk om ook iets op de muur te doen. Of op de muur, maar tegen de muur aan, het is niet echt op de muur. Nou ja, nu ben ik 70 en dan moest het een keer van komen. Dus de Hoogkampstraat, en hier 3 en de Krikkenstraat, dat is dus echt het centrum van de muurgedichten, zou je zeggen. Nou, ik ga hem onthullen. Ja. Dan zal ik hem ook voorlezen. Lees maar even voor jezelf, ik zal het dadelijk voorlezen, want het levert niet. Hoe je het ook bekijkt. Linksom, rechtsom, het blijft wat je er zelf in ziet. Het is niet anders dan toen en nu. Het blijft een ogenblik van verwondering. Je staat er even bij stil en gaat weer verder. Het ongewisse tegemoet. Ja, mooi hoor. Nou, ik heb het voorgelezen en ik dacht dat op dat moment het wel weer duidelijk was. Want je moet het dus linksom en rechtsom lezen. Het gedicht kun je... Het woord most, ja, hoe je het weer uit moet spreken, most ser, dat lees je dus rechtsom. En dat vond ik wel een leuke vondst om dat zo ook op te schrijven. Wordt Almelo met het 14e gedicht een beetje mooier? Almelo wordt steeds mooier met dit 14e gedicht. En zoals ik ook net al gezegd heb... Er komt binnenkort ook een 15e gedicht aan. En, dus het wordt steeds mooier. We hebben in Almelo een aantal hele mooie gedichten. En ik moet er even bij zeggen dat ik nu de derde Almeloze dichter ben. Want Hendrik Jecoersen, dat was de eerste, die bij het Wevershuisje, het Klein Museum, ook een Almeloze dichter. En Hanneke van Schoten bij de Gravenallee, bij het winkeltje Stolen Studio. Ook een prachtig gedicht over de Gravenallee. Dus we zijn ook met Almeloers vertegenwoordigd. En dat vind ik wel heel belangrijk. Fuck my nature, shit.
moment ziet hij geen reden om nog langer te leven. Leidend aan de tijd heeft hij de strijd opgegeven. En het is triest dat hij de strijd verliest, maar hij kiest voor een keuze die niet te maken is. En dankzij het eindeloze gemis vraagt hij zich nu alleen nog af hoeveel genoeg is. Pijn. Het perfectionisme maakt me een persoon die dromen vertaalt in daden, bij dageraad daar staat om wat van zijn dag te gaan maken. Maar het perfectionisme breekt me. Tegen mezelf oneindige zever. Het is gewoon niet goed genoeg. DJ. Yeah, man, I started like this. How am I gonna end up? Hey, yo, man, come on, man, come on. Somebody tell that God to stop that shit, man. Stop it, I don't like it. Jeez, I'm from the West Coast. There's still many shit like come close. Open my eyes, realize everything. I gotta be this kind of man like a king. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. Yeah. I could see your face once more. I could die to hear. Atelier Orange, of is het Atelier Orange, is gevestigd aan de Oranjestraat 16 en is het domein van de twee Twentse kunstenaars Karst Kroeskamp en Winnie Lenderink. Beiden maken hun eigen werken en richten zich vooral op acryl- en olieverfdoeken. Het atelier is op zaterdagmiddag open van 12:30 tot 17:30.